Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik iets heel leuks doen, namelijk een mega unboxing video. Of ja, niet superveel, maar er zijn toch weer heel leuke spulletjes aangekomen. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb ingekocht? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Alle ingekochte spullen liggen nu voor mij en ik ga ze één voor één aan jullie laten zien. Dus als eerste heb ik twee van deze heel leuke 24 pakkenbakjes. Kijk hoe schattig. Ik had ze iets groter verwacht, maar ik ben er heel blij mee. Ik zal ze even laten zien. Als ik die open krijg. Dus zo ziet dat bakje eruit. Je kent die dingen. Wacht, zo. En dan heb je zo tussenstukjes, die kunt je eruit halen. Maar ik ga die zo laten steken. En hier ga ik mijn letterkralen in doen. Als ik het stukje erin wil. Zo, kijk hoe schattig. En zo heb ik er dus twee. Dan heb ik twee zakjes parels. Kijk echt hoeveel het is. Echt super, super veel. Ik weet zelf niet hoeveel het er zijn, maar ik weet wel dat het super, super leuk is. Oh my god, ik hou ervan. En dan heb ik 200 van deze heel schattige hartjes. Zo die gekleurde hartjes. Dan zit hier nog eens in de verpakking. Ik ga dat even open doen. Als ik het open krijg. Oh, en dat is er ook. Dan heb ik 4 superleuke rollen sieradenkoord. In het goud en het zilver, als je kan zien. Echt heel leuk. Ik had eigenlijk alleen nog maar zilver, maar nu heb ik dus ook goud. Dus is dat mooier om gouden sieraden mee te maken, want ik deed dat eerst met zilver. Maar ja. Dus nu heb ik dit. Dan zie ik hier heel leuke inpakzakjes. Dit zijn bloemetjes en dit zijn hartjes. Echt zo leuk. En ik heb ook nog stippenzakjes. Dus ik heb er 300 in totaal voor elk 100. Oh my god. Echt in love met dit. Zie ik hier marmeren kralen. Een heel streng met marmeren kralen. Er komen binnenkort armbandjes mee online. Dus ik heb zo twee van die dingetjes. Echt heel leuk. Oké, wat heb ik dan nog? Dan heb ik hier 4 stickerrollen voor mij liggen. En ik denk dat op elke stickerrol 500 stickers zitten. Maar ik zal ze even beter aan jullie laten zien. Zo. Als eerste heb ik thank you stickers, maar die heb ik zelf ook wel, dus nu heb ik er meer. Dan nog thank you stickers die ik ook al heb, maar ik had er bijna geen meer. Dus ik heb er nu ook meer daarvan. Ik denk wel dat het er 500 zijn. Dan heb ik nog thank you stickers, maar iets anders ervan. Ja, zo, dat ziet er zo uit. En dan heb ik nog deze thank you for your order stickers, echt kei schattig. Dan heb ik hier een bakje en hier kun je zo je visitekaartjes in doen. Ik vond dat super schattig. Dus ik dacht van, ja, nee, laten we dit meenemen. Of ja, ik bedoel, laten we dit bestellen. Dus dit is een heel schattig bakje en dan kun je hier zo kaartjes in doen. Super schattig. Ik heb echt iets met het woord super, maar het is zo leuk. Echt helemaal love. En als laatste heb ik elastiek. Want ik had ook niet alle kleuren elastiek. Dus dan komen er binnenkort heel leuke telefoonkoortjes online. Of ja, nog meer leuke telefoonkoortjes. En komt er ook een uitlegvideo over hoe je telefoonkoortjes moet maken. Maar dus hier zit al het elastiek in dat ik besteld heb. Het zijn 12 rollen. Dus als eerst heb ik deze 2 kleurtjes. Kijk, schattig. Dan deze 2, die vind ik iets minder. Roze, rood en zwart, lichtblauwe, die kleur is echt heel mooi. En dan nog deze 2 kleuren. Dus dan is het alles wat ik besteld heb en ik zal jullie nu een betere video laten zien. Oké, dus hier is een betere video van wat ik allemaal heb binnengekregen. Dus hier zijn alle leuke inpakzakjes, zo, zo, zo leuk. Dan dit, dat zijn die hartjeskralen.
Heel veel parels, maar superveel. En dan die twee bakjes. Kijk, die zijn echt wel best wel klein. Vergeleken met mijn hand. Dan allemaal elastische rollen. Dan dit houdertje. Deze kraaltjes. Echt superleuk. Dit touw. En dan heel veel stickerrollen. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!